elke dag gym. De Kardinaal Alfringschool is hier sinds het nieuwe jaar mee gestart. Doordat de kinderen elke dag bewegen, kunnen ze zich beter concentreren in de les. Maar ook de juffen en de meesters hebben zo meer tijd om hun huiswerk na te kijken en pauze te houden. Hoe bent u op het idee gekomen om elke dag te gymmen? Nou, kinderen bewegen heel graag en kinderen ontdekken heel graag. En als je kijkt naar het huidige onderwijs, dan zitten kinderen heel veel stil en luisteren naar de meester of de juf. Je ziet dat het onderwijs overal, ook hier volop in beweging is, om juist kinderen veel meer zelf te laten ontdekken en doen. Maar wij wilden als school ook daar meer beweging aan toevoegen. En we waren aan het kijken, omdat we geld hebben uit de werkdrukregeling, van hoe kunnen we nou een situatie bedenken dat we en aan continu rooster kunnen, zodat leerkrachten meer tijd hebben om leuke lessen voor te bereiden, maar ook meer beweging aan te bieden. En daar is dit uitgekomen. We zijn hier begonnen met een nieuw project. En dat project duurt 2 jaar. En daarbij krijgen de kinderen elke dag een half uur gym. Dat kan zijn in school, dat kan zijn buitenschool, dat kan ook zijn in de gymzaal. Op zoveel mogelijk verschillende plekken. En wat zijn de reacties van de kinderen zelf? Tot nu toe zijn de kinderen natuurlijk nog hartstikke enthousiast. Het is allemaal nieuw. De kinderen vinden het geweldig om gewoon elke dag te kunnen bewegen. En niet alleen maar stil te zitten achter hun schrift. Je ziet wel hoe enthousiast ze ook zijn. Ze willen gewoon bewegen. Wat voor spelletjes zijn jullie nu aan het spelen? We doen steenpierschaar. En als je hebt verloren, moet je proberen te tikken. Wat vind je van elke dag gymmen? Wel fijn, want als je elke dag gymmen ben je fitter. Is het nog wel een beetje leuk om zo vaak te gymmen? Ja, ik vind het superleuk. En je blijft er ook fit van. Kun je ook beter concentreren nu je elke dag gym hebt? Ja, eigenlijk wel, ja. En de meester, doet hij het een beetje goed? Ja, heel erg goed.